For every age, there is a time of trial. The rocks faced such a fire before they were the strength beneath our feet. The plants braved vast winds before their roots could give us life. As a sage of considerable years, I have known only one such great ordeal. Yet the hero it created was a champion for all time. Today's the big day, Jack. I hope you are prepared for whatever happens. I think I figured out most of this machine. It interacts somehow with that large precursor ring. I just hope we didn't break anything moving it here to the lab. Easy for you to say. We did all the heavy lifting. Dexter, don't touch anything. Though the precursors vanished long ago, the artifacts they left behind can still do great harm. Or great good, if you figure out how to use them. I've had some experience with such things. I know you can make it work. Looks like Jack still got the mojo. Interesting. It appears to be reading out some preset coordinates. Wow, look at that. Finally, the last rift gate has been opened. What are those things? So this is how it happened. You cannot hide from me, boy! Do something, Jack! What's this do? Or that? How about this one? Anybody press all the buttons? What was that thing? Hang on, everyone! Okay, I swear, that's the last time I ever, ever touch any stupid precursor crap! There he is. Move in. Step away from the animal. Ah! Forget the rat. The Baron wants him. We've been waiting for you. Don't worry, Jack. I'll save you before you know it. Readings nominal and unchanged. Nothing. I was informed that this one might be different. He is surprisingly resistant to your experiments, Baron Praxis. I fear the Dark Warrior program has failed. You should at least be dead with all the Dark Eco I pumped into you. What now? Metalhead armies are pressing their attacks. Without a new weapon, my men cannot hold them off forever. I will not be remembered as the man who lost this city to those vile creatures! Move forward with a final plan, and finish off this thing tonight. As you wish. I'll be back later. Ding ding! Third floor! Body chains, roach food, torture devices! Hey buddy, you seen any heroes around here? Whoa! What'd they do to you? Jack, it's me! Daxter! That's a fine hello! I've been crawling around in this place, risking my tail, literally, to save you! I've been looking for you for 2 years! Say something! Just this once! I'm gonna kill Praxis! Shh! Right now, we gotta get you out of here. Just let me figure out how to open the security locks for your chair so I can... you can do it. Jack, easy now. Easy, buddy. It's your old pal Daxter, remember? Daxter? What the heck was that? Sheesh! Remind me not to piss you off. Come on, tall, dark, and gruesome. We're out of here. I brought you some new threads. Put them on.
En hallo mensen, welkom terug bij deze nieuwe serie. Ik heb er best veel zin in, want dit is natuurlijk Jack 2 die ik jullie al beloofd had. En ik merk eigenlijk wel dat het wel een stukje anders speelt dan de PlayStation 3 en zo. Ik heb zo'n gevoel dat het wat slomer is of zo. Maar ja, zou misschien wel liggen aan het spel of zo. Ik ga in ieder geval proberen zoveel mogelijk eitjes als ik kan te verzamelen. Aangezien dat ik ze niet allemaal te liggen weet, kan ik niks beloven op dit moment. Ik dacht zo van ja, ik kan wel eigenlijk een video maken hier. Ja, ik wou hier sowieso eigenlijk een serie van maken, maar ik heb vrij van school. Dus ik heb eigenlijk gewoon heel erg veel tijd nu om dit te doen. Hetgene wat het eigenlijk was, is ik heb een nieuwe puppy. En ik dacht zo van ja, ik zet die hier wel neer. Maar ik dacht zo van ja, ik heb toen nog eigenlijk even afgewacht van gaat die niet verstoren. Maar hij begon op een gegeven moment in mijn kleren te bijten. En zo ja, het is een puppy, dat kun je niet anders verwachten. Want ja, anders moet ik hem alleen laten en dan vind ik dan wel zielig. Dus ja, toen heb ik eigenlijk hem geprobeerd te kijken of hij hier kan blijven. Maar ja, dat werkte gewoon niet, want die hond is gewoon daar nog te onrustig voor. Normaal, dat was ook gewoon eigenlijk ook gewoon de eerste keer dat hij op mijn kamer was geweest. Dus hij was ook in het begin even aan het onderzoeken, dus ik dacht van ik wacht wel even af, weet je al. Dat hij sowieso in het begin wel even wil kijken. Hier een nieuw eitje. Ik heb er volgens mij lopen gewoon op schema met de eitjes. Ik ken ze in dit level, ken ik ze wel zo'n beetje allemaal, maar in andere levels, nee. Ik ga in ieder geval proberen alle precursor ops te verzamelen. En ja, gewoon eigenlijk gewoon puur zodat jullie ook weten waar ze zitten. Niet eigenlijk voor een andere reden of zo. Want ik vind, ja, hierin bijvoorbeeld in dit spel vind ik het dan wat minder leuk om de precursor ops te verzamelen. Omdat ze in dit level eigenlijk allemaal ook gewoon verstopt zitten. En in de precursor legacy waren ze niet echt verstopt. Het leuke, ja, het is wel leuk aan de ene kant dat het verstopt is, maar als je 200 verstopte dingen moet vinden, dan om iets te halen, zeg maar, dan nee. Dit is eigenlijk wel altijd een grappig stukje. Je kunt hierin echt gewoon geraakt worden, maar ik ben eigenlijk, is het best zeldzaam als je hierin geraakt wordt. Want volgens mij is het niet dat ze echt, ja, zeg maar, gemaakt zijn om je te raken. Ik heb in ieder geval nu, tot nu toe, alle eitjes zo'n beetje. Als het goed is. En ik moet dadelijk eigenlijk even wat openzetten, zodat ik geen eitjes kan missen. Want ik wil het natuurlijk jullie allemaal laten zien, natuurlijk. Oké, okay. Ja, die agenten die zijn toch zo dood. Oké, dan weet ik gewoon uit mijn hoofd dat er hierachter nog een eitje ligt. Deze weet ik allemaal uit mijn hoofd in dit level, ik weet niet waarom eigenlijk. Ik denk dat ik ze, ja gewoon, ik heb Jak en Dexter 2 zo vaak gespeeld dat ik op zoveel verschillende plekken ben geweest dat ik ze gewoon allemaal te liggen weet, onderhand. Maar ja, dan zijn we eigenlijk al vrij. Ik weet niet hoe lang we al bezig zijn, maar volgens mij heb ik dat pittig snel gedaan. Iets van 5 minuutjes. Nog niet eens, denk ik. Oké, in deze Jack 2 kun je merken dat het eigenlijk een beetje meer futuristisch is. Je hebt voertuigen en al die dingen. Dus dat is wel chill. Hallo, strangers. Mijn naam is Cor. May I help you? You look like a reasonably smart man. I want information. Where the hell am I? Sorry. He's new to the whole conversation thing. Well, my angry young friend, you are a guest of His Majesty Baron Praxis, the ruler of glorious Haven City. I was just a guest in the good Baron's prison. Inside a cell or inside the city, walls surround us both. We are all his prisoners. Talk about being in the wrong place at the wrong time. I'd move on if I were you. By order of His Eminence, the Grand Protector of Haven City, Baron Praxis, everyone in this section is hereby under arrest for suspicion of harboring underground fugitives. Surrender and die! Excuse me, sir. Don't you mean surrender or die? Not in this city. Protect us from these guards, and I'll introduce you to someone who can help you. Oké, okay, ik heb net gekeken en ik weet in het volgende level waar de
waar de precursor op zorgen te zitten. Dus eigenlijk zou het niet echt een probleem moeten zijn nu, want ik weet in welk level de volgende eitjes horen te zitten. En dat duurt nog wel even voordat we daar zijn. Volgens mij is het echt pas de volgende aflevering dat dat hem gaat worden. Ik denk niet dat dat deze aflevering nog gaat worden. Ik denk dat aan de ene kant ik wel snel door dit spel heen kan gaan. Dat was cool. Doe het again. Something's happening to me. Something he did. I can't control it. Very impressive. You okay, Jack? What you just did was very brave. This child is important. This kid? He looks kind of scruffy. You are in a restricted zone. Move along. Thank you for your help, but I must get this boy to safety. Hey! What about us? There is an underground group waging war against Baron Praxis. Its leader, the Shadow, could use fighters like you. Go to the slums. Find a dead-end alley near the city wall. Ask for Torn. He can help you. Okay. Er was ook meteen een nieuwe trofee, Poor Kid. Volgens mij hebben ze dan wel de trofies ook veranderd die je kan verdienen. Ja, ik ga natuurlijk ook alle trofies verzamelen, want dat is Mike gewoon. Alleen, ik ga denk ik niet de races doen als dat niet gewild is. Misschien dat ik dat doe, als ik er zin in heb of zo. Maar dat zijn bonusafleveringen dan, die gewoon random tussendoor proberen te komen, denk ik. Nou, dat wordt wel lastig dan, maar ik ga dan gewoon proberen er extra afleveringen van te maken. In ieder geval, daar heb je ook orbs in te verzamelen natuurlijk. Maar dat is niet per se de manier waarop ik orbs hoef te verzamelen. Want ik ken ook een andere manier om orbs te verzamelen. Ligt er net aan of ik er zin in heb om het te doen en zo. Ja, ik weet niet. Ik ben niet altijd een fan van die races en zo in Jack 2 geweest. Dus ja. En ik weet dat ik die missies toch wel kan halen. Dus ja. We're looking for a guy named Torn. Kor sent us. Are you Torn? Maybe this guy's a new, like you used to be. New faces make me nervous. Word is you're out to join the fight for the city. You know, picking the wrong side could be unhealthy. We want to see the Shadow. Not likely. If you want to join something, why don't you and your pet go join the circus? Unless you've got the fur. For a really tough task, steal the Baron's banner from the top of the ruined tower and bring it back to me. Then, maybe we'll talk. Ik vind het wel vet dat het gewoon in het begin van in de Precursor Legacy was Jack eigenlijk gewoon een fucking pussy en nu is hij gewoon een fucking badass. Is wel gek gemaakt en daarom zei ik ook eigenlijk dat ik het wel grappig vind dat het echt veel verschilt, de games tussen elkaar. Dit is ook mijn lievelings-Jack, weet je wel. Ja, misschien Jack X, dat is mijn lievelings-Jack zo wel, maar het is niet echt Jack gerelateerd. Ja, het is wel Jack en Dexter die erin speelt, maar het is een race-spel, hè. Het is geen platformer, dus het is niet echt dat het echt hoort bij de franchise, als je snapt wat ik bedoel. Het is toch niet echt bij het verhaal waar Jack 2 op eindigt en Jack 3 op eindigen. Dat is dan wel weer zo. Ik hoop eigenlijk dat ze een Jack 4 gaan maken. Jack 4 zou wel koude gek zijn. Dat ze echt gek zijn als ze nou gewoon een Jack 4 maken. En dan, ja, ze hebben natuurlijk best wel een goed einde gemaakt in Jack 3. Of Jack 1 eigenlijk hebben ze al gewoon een fucking mooi einde gemaakt om, om eigenlijk een vervolg te maken op Jack 4. Want ze zeggen zelfs nog dat ze eigenlijk Jack 4 altijd hebben gepland al. Gewoon puur omdat het zo mooi op het verhaal zou kunnen passen. Dat ze dat altijd al hebben gepland om het zo te laten eindigen of zo. Maar ja, dat verklaart eigenlijk ook wel een beetje. Ik ga hier nou eigenlijk een soort van een kleine theorie maken aan de ene kant. Maar in mijn ogen zie ik het ook wel een beetje als dat ze dat expres een beetje zo hebben gedaan. En dat ze nou aan het kijken zijn naar de remaster. Ja, de remaster tussen haakjes. Maar gewoon omdat ze nou eigenlijk alles op de PlayStation 4 hebben. En als ze nou dadelijk gewoon de rest ook op de PlayStation 4 gooien. Onder andere Jack 4. Als dat dan ook op de PlayStation 4 is, hebben ze een kleine franchise opgebouwd van mensen die een PlayStation 4 hebben. En nou hebben ze ook alle informatie van welke mensen hebben een PlayStation 4.
thuis? En welke Jack and Dexter speler hebben een PlayStation 4? Want natuurlijk, Jack and Dexter is altijd de PlayStation 2 en PlayStation 3 geweest. Dus het kan goed zijn dat die fans die er toen waren allemaal weg zijn. Oh, what the fuck? Ik liep gewoon tegen een soort van muur aan of zo. Super gek, man. Oké, hier moet je even omhoog komen. En dit gaat allemaal gek lopen doen. Dus je muziek gaat allemaal instorten. Niet allemaal, ik weet eigenlijk precies welke platformen instorten. Niet dat het echt heel veel uitmaakt. Het is ook niet zo'n heel moeilijk stukje, tenzij je echt shitty bent in platformen hierin. Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje echo nu op dit moment. Dit speelt wel anders, ik weet niet waarom, maar het speelt anders. Gewoon niet eens door de controller op dit moment, want ik heb PlayStation 3, kun je ook aansluiten op een PlayStation 4 controller. En dat was ook nog gewoon, werkte best goed. Oké, nice. We zitten erin. Nice. Oké, wat moeten we nu gaan doen? Ik denk dat we even naar het dorp moeten gaan om te kijken waar de volgende missie is. Dat moeten we doen. Ik denk dat ik in de volgende level waar precursor op te vinden is, er ook wel een paar weet te vinden. Zo uit mijn hoofd, ja, ik weet het niet. Maar ik denk dat ik er wel gewoon... Ik heb gekeken naar de hoeveelheid die er zijn, dat ik sowieso meer dan de helft kan collecten. En bij die kun je volgens mij nog altijd terugkomen om ze op te pakken. En we komen ook vaker in dat gebied, wat in die missie is. Maar ik weet niet wanneer dat we daarheen moeten, nu. Dus ja, even de vraag. Oké, let's go. Hebben we hier een mooi voertuig die eigenlijk al gewoon klaar staat voor ons, wat wel nice is. Oké, let's drive. En eigenlijk, ja, toen met mijn hond, ik heb eigenlijk geprobeerd om te kijken of ik hem op mijn kamer kon laten, omdat ik het zielig vond. Maar toen heb ik eigenlijk gewoon even lopen afwachten. Gewoon om te kijken wat hij zou doen. En toen ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat hij sowieso één keer gaat verstoren, omdat hij of nog niet zinnelijk is, weet je wel, dat hij gewoon weet waar hij moet plassen en zo. Dus dan plast hij gewoon in één keer, bij wijze van. En hij ging telkens in mijn kleren bijten. En daar heb ik geen zin in. Want dan moet ik die hond er weer aftrekken. En dat verstoort keihard. En natuurlijk, ik kan gewoon de opnames op pauze zetten. Maar dat is toch ook gewoon een beetje vervelend om te kijken naar iemand die telkens de opname op pauze moet zetten. Omdat die wordt gestoord. Ik ben gewoon een perfectionist in opnames. Ja, daar kan ik niks aan doen eigenlijk. Being a big hero sure makes you thirsty. The Baron turned off all water to the slums. He's willing to sacrifice innocent lives just to destroy the underground. I shouldn't be surprised. I've seen his evil before while serving in the Crimson Guard. That's why I quit. You were a Crimson Guard? That explains your charming sense of humor. My friend in the guard tells me the valve to turn the water back on is located outside the city, at the pumping station. Outside the city? What about the security walls? What about the metalheads? It ain't a petting zoo out there. Peeps be getting deep sexed. Find the large drain pipe in the north wall. It'll take you outside the city to the pumping station. Get to the main valve and open it. If you survive, the slums will be indebted to you. If not, maybe we'll have a touching moment of silence in your honor. I'd like to give him a touching moment. Wat een grap, man. Good Dexter. Oké, ik denk dat dit de missie is met de orbs, waarin ik eigenlijk heb gezegd, ik denk niet dat ik dat deze aflevering nog ga halen. Maar ja, ik heb eigenlijk ook een beetje nagedacht van wat is een redelijke tijd om de afleveringen te maken, want ik ga ze niet zoals een Jack... In de eerste Jack and Dexter sorteren op level, want je hebt nou al gezien, ik heb eigenlijk in zo'n kleine tijd al 3 levels gedaan. En ja, het is het begin nog, maar
Je snapt wat ik bedoel. Dus ik kan dan veel te veel kleine episodes lopen maken. Want dit spel heeft redelijk veel levels. En dus ook redelijk veel missies. Niet, want ze hebben het ook een beetje verdeeld in grote missies en kleine missies. Net hebben we eigenlijk nog met die vlag, dat was eigenlijk gewoon een kleine missie en zo. En dan in het begin die escape wordt dan weer gezien als een wat grotere missie. Waarin ook orbs liggen en zo. In die andere levels liggen ook geen orbs. Het nadeel aan dit spel is eigenlijk gewoon met de orbs. Je kunt ze natuurlijk wel altijd nog gaan verzamelen. Alleen er zijn levels waarin je niet terug kan komen om die orbs te pakken. Dat is een beetje het nadeel. Maar ik moet wel eigenlijk even iets openleggen een keertje om te kijken waar alle orbs liggen. Maar ik moet wel een goed iets vinden. Want ik ga natuurlijk geen filmpje openen, want dat kost mij gewoon veel te veel tijd. Ik moet gewoon even snel kunnen kijken van, heb ik nou alles en gewoon zodat ik niks mis. Dat doe ik eigenlijk voor jullie, want als het aan mij lag, dan had ik echt niet zoveel mijn best gedaan voor precursor orbs. Oké. Hier komen de metalheads als eerste voor. Ik weet toevallig wel een paar eitjes hier uit mijn hoofd. Ja, nou al. Dat is hier. Ja, inderdaad. Dus we hebben er nou 9. En als het goed is, zijn er in dit level 5. Oké. Ze zijn niet zo heel sterk op zich. Ja, ze zijn wel veel sterker dan Crimson Guards eigenlijk. Maar ja, het spel is nog niet zo heel erg moeilijk op dit moment. Dus ja, dat scheelt. Hier is nog een eitje. Die kunnen we ook nog even pakken. En dan moet de rest eigenlijk hierboven liggen. Maar ik weet niet of dat per se in dit missie haalbaar is. Of dat het moet zijn in een andere missie. Dat is even de grote vraag. Want ik kan wel heel slim doen van ik weet alle eitjes in de level, maar dat weet ik dus niet. Dat is een beetje het probleem. Ik zou allemaal uit mijn hoofd wisten, dan was het een ander verhaal. Maar in dit spel zijn ze ook allemaal verstopt. Dat is een beetje het probleem. Gelukkig kun je in dit level altijd nog terugkomen, dus ik kan er eigenlijk niet echt eentje heel erg vergeten. Dus dat scheelt. Je kunt nou voortaan eigenlijk ook een beetje Dark Jack worden volgens mij. Ik weet niet of ik nou alles goed heb met de eitjes. Dat irriteert me eigenlijk best wel erg. Want in Jak and Daxter 1 had ik alles op een rijtje en gesorteerd en geordend. En nou eigenlijk helemaal niet. Ik ga natuurlijk wel nog... Ik heb geprobeerd om te kijken net zo snel, maar ik kon gewoon niks vinden wat goed genoeg was. Want ik moet natuurlijk... Ik kan allemaal verschillende methodes gaan gebruiken, maar het moet wel ideaal zijn voor de opnames nu. Ik zeg reclames. Wauw. Oké. Ja, hier. Hij moet dood. Hij. En hij. Oh, shit. Oh, ik was bijna de lul, jongen. Ik had hem bijna gemist. Je hebt ook veel meer levens in dit spel. Gewoon puur omdat het eigenlijk een veel moeilijkere Jak and Daxter is. Waar ik het best wel mee eens ben. Ik denk dat wel de moeilijkste Jak 3 zou kunnen zijn. Ik weet niet echt... Eerlijk gezegd. Er zit wel... In Jak 3 zit wel één gun die gewoon te overpowered is. Dus dat is wel weer een voordeel aan de ene kant. Ja, het voordeel. Ik had het toch wel gehaald zonder een overpowerde gun. Maar... Ja. Ik heb zo'n gevoel alsof ik echt helemaal verkeerd aan het lopen ben, weet je. Oh nee. Maar ja, ik kan hier als het goed is nog altijd terug naartoe komen, dus dat scheelt. En ja, als dat niet zo is, dan is dat mijn probleem, denk ik. Nee, dan als dat niet zo is, dan denk ik dat ik ze wel al had gevonden. En ten eerste, je kunt dit level kun je eigenlijk altijd nog wel in. En hier moeten we ook nog eens gewoon een paar keer vaker zijn. Maar er zitten echt serieus levels toe waar je maar waar je maar letterlijk één keer kan komen. Dus dat is een beetje het probleem. The valve. Follow me. Jack, help.
Don't say it. Don't even chuckle. Next time, you turn the valve. Okay. In ieder geval, vonden jullie deze video leuk? Dan een blauw duimpje omhoog. Dan zie ik jullie volgende keer in ieder geval. Tot dan. Peace.